Het jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung en door Opel. Kanus, ben ik nu een fout aan het maken? Kom ik er hier uit of niet? Nee. Kanus, of wel? Nee. Nee. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe bekende uitdager. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven gelift. Hij is terug! Terug! 7 minuten! Lukt het Antoon om 4 uur lang uit handen te blijven van Team Stuk? De vlak achter hem! Dit is... Dit is... Het jachtseizoen. Komen! Ja. Loopt wel relaxed dit, zeg. Stop lopen. Tempo. Zitten. Wow. Kijk eens aan. Mooie manneke. Zit mijn haar nog goed? Antoon, a.k.a. Tijn, a.k.a. Valentijn. Wat kom je doen? Ik weet het ook niet. Het is wel grappig dat we hier nu beland zijn bij Stuk TV, YouTube-kanaalfilmpjes. Slimme jongen. Rappertje, producer, VWO gestopt om zangetje te worden. Nog steeds een slimme zet? Maar het is best goed uitgepakt. Tot nu toe wel. Gaat best lekker, ja. Geboren 11 februari 2002. Dat is vorige week. Hoe denk jij dat jij vandaag kan winnen? Ja, ik weet het ook nog niet. Nee. We gaan vanzelf achterkomen. Ja, nou, ik hoop dat je geen last krijgt van hyperventilatie. Want je krijgt van ons zometeen 20 minuten voorsprong door middel van onze arrestatiebus. En daarna komen wij meteen in actie. Vluchtstrook of niet, je krijgt van onze GPS-tracker mee. En elke 10 minuten krijgen we exact jouw locatie door. Oké, dan. Lukt het jou om langer dan 4 uur uit onze handen te blijven, dan staken wij de jacht. En dan heb je gewonnen. Maar lukt het niet en we pakken je binnen die 4 uur, dan zeggen we hallo. En dan ga je handel je weer om en dan ga je terug naar de cel. Hé dan. Zullen we 1 ding afspreken? Ja. We gaan niet naar Amsterdam. Ik kan niks beloven. Is alles duidelijk verder? Zeker weten. Oké, mooi. Nou, tijd om te gaan. Hup, opstaan. Opstaan. Dag, nepzoontje van Big Two. Pannenkoek. Wat lastig, hè, met die lange benen. Ja, dat wel lekker, zeg. Met die springkampoten van me. Oké, je mag hier staan. Handjes naar voren. Oké, maestro. Het is heel simpel. Je krijgt zometeen 20 minuten voorsprong door middel van deze bus. En jij mag kiezen of je naar het noorden, oosten, zuid of westen wil. Oké, dan. Begrepen? Ja, zeker. Tot nooit meer. En chauffeur, 20 minuten. Geen seconde lang. Helemaal top. Succes. Oké, Antoon is helemaal ready. Ja. Ben jij ook helemaal ready? Ik wil hem zo snel mogelijk pakken. Ja, start het spel. 3, 2, 1. Let's go. Giel, kom op. Welke kant op nu? We gaan naar het westen. Dit seizoen, dankzij de arrestatiebus, dus geen geregelde voertuigen meer vanaf de startlocatie. Antoon heeft zijn keuze gemaakt en stuurt deze bus in westelijke richting. Hij heeft nu 20 minuten de tijd om na te denken over zijn volgende stap. Het 7e seizoen van het jachtseizoen is begonnen. Ja, we zijn er klaar voor. Nou, dat moet nog maar blijken of dit multitalent er klaar voor is. Antoon komt niet zomaar van de eerste beste hotelschool. Onder de vleugels van Big Two van de Opposites is hij als een raket de hitlijsten binnengevlogen. Singles als Olivia, Klop Klop en Hyperventilatie. Deze guy gaat dan toe lekker. Dat mag dan wel zo zijn. We zitten ook dit seizoen strak op de regels. Dus Antoon, in het dagelijks leven ook wel Tijn genoemd, kan maar beter niet 130 op de vluchtstrook richting zijn woonplaats Hoorn knallen. Gelukkig draagt onze arrestatiebus daaraan bij. De eerste rit krijgt hij van ons. En chauffeur Fred houdt zich strak aan de snelheidslimiet. Fred, waar gaan we naartoe? Fred is een stille jongen. Hij is opgegroeid in Hoorn, woont in Amsterdam, dus de kans dat hij naar de Randstad gaat is wel heel groot. Ja, ik moet gewoon niet, dat is wat ik in mijn hoofd heb, niet te veel gaan chillen. Dat klinkt als een strak plan. Want de GPS-tracker geeft Antoons locatie iedere 10 minuten door aan Giel, Thomas en Stefan. Dus nu de eerste 10 minuten voorbij zijn, kunnen ze precies zien in welke richting de arrestatiebus is gereisd. Almere, maar hij is wel richting het water aan het gaan. Dat zijn wij. Hij staat zuiden. Hij is naar zuiden. Almere, Amsterdam. Almere, ja, sorry. Oké, als het zo gaat, dan wordt het helemaal niks. Jongens, dit komt helemaal goed. Ik moet weer even inkomen, het is een nieuw seizoen. Weet je wel, even wakker worden. Na deze wake-up call springen Giel, Thomas en Stefan in hun snelle bus. Vol high-tech equipment en communicatiemiddelen. Antoon heeft geen geld en geen telefoon. Maar vlucht niet met lege handen. Ik heb wel een soort Enzo Knol vlogcamera ook bij me. Dikke vette piece.
Dit seizoen mogen de boeven zelf één vluchtvoertuig voorafgaand aan het spel regelen. Maar het ziet eruit dat Antoon vanochtend in de sneakers van Kraantje Papi is gestapt en het spel oldschool gaat spelen. Ik kan je vertellen dat ik echt helemaal niks geregeld heb. Ik dacht het is het leukste als ik het gewoon speel op hoe het bedacht is. Maar heeft hij denk je nog een luxe voertuig geregeld? Helikoptertje, vliegtuigje, bootje? Ik denk bootje. Denk je een bootje? Ja, hij heeft ook zo'n nummer bootje, toch? Bootje, ja. Ja, ja. Bootje, ja. Maar het leek me lachen om het te spelen zonder offline button. Het is ook niet verplicht, Antoon, maar de offline button is een laatste redmiddel. En je weet nooit of je die opeens nodig hebt. Wat zeker niet mag, is ergens naar binnen gaan. Met uitzondering van openbare gebouwen. En na 20 minuten moet je ieder vervoersmiddel weer verlaten. Dus ook deze arrestatiebus. Let op. 1 minuut. 1 minuut. 1 minuut. We zijn er weer. We mogen weer een nieuw seizoen maken. Welkom in de bus. Ik vind het wel kut dat we nu in een bus moeten zitten opeens. Ik dacht, dat heb ik bij de vorige afleveringen niet gezien. Teringlijst. Uitstappen, nu. Nu eruit. Rustig. Nu eruit. Ja, 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 ja. Kom op. Ah. Even kijken. Oh, het is wel lekker weer. Maar hoe ga ik hier nu wegkomen? Hij is in Muidenberg. Oh, hij gaat naar het water. Hij is in Muidenberg. Oké, let's go. 20 minuten. De 20 minuten voorsprong zijn voorbij. Team Stuk scheurt weg van de startlocatie. Hun prooi is uit de arrestatiebus geduwd en loopt voor het eerst los in het wild. Of nou ja, in Muidenberg. Maar wel lijp, hè, die nieuwe arrestatiebus, jongens. Ja, en waarom hebben we die geïntroduceerd, jongens? Ja, omdat we een beetje klaar waren met al die dikke auto's die elke keer buiten de gevangenis stonden. Dus we dachten, we doen gewoon een eigen arrestatiebus. Is het ook gelijk spannender, hè? Ja, en we luisteren ook naar de kijkers, want de kijkers vonden het belangrijk dat we nog meer op de regels gingen. Inderdaad. Dus dat gaan we nu ook doen. Antoon is vertrokken. We zijn onderweg naar Muidenberg. Let's go. Ja, deze is een beetje zijn. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Gaat u weg hier? Ja. Mag ik even meerijden een stukje? Ja, ik weet wel een stukje waar. Ja, zou je ons een stukje kunnen brengen? Ja, niet bang voor honden. Nee, tuurlijk niet. Dus als jij ergens naar een soort tankstation of zo, ga ik bij de hond? Ja, mag. Hij is lief? Ja, hij doet niks. Oké dan. Hallo! Hallo, hallo, hallo! Hey! Hi! Nou, let's go! Hey! Motherfucker! Ja, dat jachtseizoen is zo relaxed. Hoe heet je hond? Rambo. Ja, het is echt een Rambo, ja. Kanon, hé. Deze Rambo blijkt te kunnen likken als Lassie. Maar haar baasje laat haar motor brullen als een machinegeweer. Wat kan Team Stuk daar tegenover zetten? We hebben al heel wat tot in de puntjes voorbereid. Arrestatiebus, alles op en eraan. We hebben zelfs een 360-kamer op die auto geknald, hè? Ja, vet die nieuwe gadgets. Maar voor nu moet Team Stuk flink vaart maken. Want Antoon zoekt alweer naar zijn volgende lift bij de pomp. Nou, ik dank je zeer. Je bent een topper. Oké, we moeten doorvragen hebben. Yo. Mag ik met jullie een stukje meerijden? Mag jij mee? Oké, ik zoek nog even door, dankjewel. Hij is onderweg naar Amsterdam. Bij het tankstation, oh, ja. Bij die muiden. Ja, maar hij zit wel op de A1. Dus wij zeggen ook Amsterdam, jongens. Ja, Antoon, wat nu? Je kent het spelletje toch? Je stapt op iemand af en vraagt om een lift. Ja, waar gaan we beginnen? Begin eens met hallo. Heb je vaker succes mee gehad? Kom maar hier. Hey, kun je mij een lift geven? Ja, kom jongen. Kijk, legend. Ga je die kant op? Ja toch. Hey, maar wie ben jij dan? Ik ken jou niet. Ik ben Antoon. Waar ga je heen dan? Hoofddorp. Nee, ik had in mijn hoofd dat we naar het zuiden gingen. Maar ik zit dus nu al van, ik heb eigenlijk nu wel zin om naar Noord-Holland gewoon boven helemaal te gaan. Tuurlijk. Zodra de paniek toeslaat, wil iedereen zo snel mogelijk terug naar het vertrouwde thuisfront. Daar waren de mannen al bang voor. Ik denk wel dat dit echt wel een bittere pil gaat worden, hoor. Zullen we nu nog even een lekker shipje doen? Want nu kan het nog houden. Dat ging niet. Nou, we hebben dus ook een nieuwe sponsor dit seizoen. Aangenaam, Doritos. Ik zit ook echt. Maar goed, eet smakelijk. Chips. Hij heeft ergens sowieso nog iets geregeld, hè, denk ik. Een helikopter vindt het wel iemand die een helikopter wil pakken. Ik denk maar hij heeft het nog niet zo vaak gedaan. Maar iedereen regelt een heli. Ik heb helemaal niks geregeld. Zo is de game ook bedoeld. Maar bij een clean spel moet je het wel hebben van je bekende kop. Ben je rapper of ben je producer? Ja, ik ben producer en zanger en rapper. En ik doe eigenlijk alles zelf. En dat doe ik sinds mijn 13e of zo.
En nu de afgelopen 2 jaar ben ik echt op de Nederlandse markt eigenlijk gefocust. Ja, nieuwe locatie. Oh, hij is dus niet naar Noord gegaan. 8 minuten. 8 minuten. Het valt mee hoor. Wij moeten dus gaan gokken zo meteen. Ik zou niet te snel rijden. Een slimme strategie. Want tot nu toe zien ze nog geen enkele lijn in het vluchtplan van Antoon, a.k.a. Tijn. Extra hulp zou nu wel lekker zijn. Of Twan gewoon bellen. Je hebt het nummer van Twan niet. Hey Twan, met Giel van Stuk TV. Hey Giel. Heel vervelend, maar jij weet vast zeker wel waarom ik bel. Ik heb echt geen idee. Je hebt echt geen idee? Nou, dan spreek je Tijn wel heel vaak. Nou, we zitten namelijk nu achter hem aan in het jachtseizoen. En ik denk, wellicht Nick Tue, die kan vast zeker ons wel vertellen van, goh, wat is zijn plan? En misschien wil jij wel de kant van Stuk kiezen. Oké. Okay. Nog een ander vraagje dan. Wij willen heel graag na de opnames een t-shirt naar hem sturen. Weet jij toevallig zijn adres? Ja, waar hij woont. Hij woont in Rotterdam. Hij woont niet. Goeie poging. Maar Twan dacht toch even die opposit. En terecht. Het gaat me tot nu toe goed af. Maar het moet niet te arrogant worden. Want we moeten nog 3 uur. Wow, yo. Verhouden. Hij is richting Haarlem aan het gaan. Hoe kan hij nou zo snel zijn? Het grappige is alleen, onder die YouTube-afleveringen zit allemaal, allemaal vette muziek nu. En nu zit ik hier een beetje saai gewoon in de auto in de stilte. Straks als jij dit terug gaat kijken, dan is het opeens fucking adrenaline, spanning allemaal. Thanks voor de spoiler alert, ouwe. Maar ook zonder dat muziekje wordt het nu spannend. Want je moet toch echt deze rit verlaten. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven gelift. Je moet je duim uitsteken, toch? Ik zou inderdaad niet beginnen met je middelvinger. Duim uit, lachen en vooral niet te kieskeurig zijn. Ja, maar deze mensen moeten allemaal ergens zijn. Kom, 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 kom. Ah, ja, wel lachen, maar niet stoppen. Doordat niemand Antoon ziet staan, kan Team Stuk in rap tempo dichterbij komen. Best kans dat hij straks voor ons zit op daar mee gehouden. Dan gaan we echt planken hoor, vriend. Ja, nee, gaat uiteindelijk ook zeg maar omhoog Noord-Holland, Midwoud, Hoorn. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar hij komt uit Hoorn. Misschien is hij gewoon daar onderweg. Ja, dat kan. Hey, en vorig jaar hebben we echt gewoon niet een heel best seizoen gespeeld. Dus we moeten ons dit seizoen echt laten zien. Dat we nog steeds, dat we nog steeds in vorm zijn. Ja, ik ben toch fucking ready, ja. We gaan toch vlammen? Ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar zag je er beter uit. Ja. Deze boys, nee. Oh, nee. Als die mensen dan stoppen. Hi. Strijders. Pak op, boys. Hey, kom op. Ja, toch. Bro, we moeten 20 minuten zo ver mogelijk weg hier vandaan. Hoe is dan, boys? Alles lekker? Ja, toch. Hey. Oké, boys. Wat denken jullie? 7 kilometer. Wow, 7 kilometer. Is dat ver? Jongens, het eerste uur is voorbij. 7 kilometer van je verwijderd. Ja, dat is veel, man. Het is ook weer heel weinig. Ja. Hoofddorp? Links aanhouden. Links aan zo. Ja, Hoofddorp. Ja. Je vraagt aan hem of je mee kan met hem. Hey, we moeten zo ergens overstappen naar een waggie. Kun je achter ons aanrijden? We hebben nog 10 minuten. Perfect, wat ga je? Ja. Waar rij je achter ons aan? Ja, toch? Waar rij je achter jou aan? Iedereen heeft toch wel een lobby voor me of zo. Maar ik denk dat het meer ligt aan het pak dan aan mijn kop, hoor, eerlijk gezegd. Oh, hij zit helemaal niet ver voor ons. Hij is gewoon deze weg weer teruggegaan. Ja, hij heeft piepje laten afgangen en zich keren. 9 minuten. Oké, top. Let's go. Ik weet niet waar we... Nog een paar minuten. We hebben nog 5 minuten. Dus... Van de PFK heb je nog wat vervoerders voor je. Hey, straf. Dan draaien we om. Ja, maakt niet uit. Dan draaien we weer om. Legend. Want, hij heeft dus een lift geregend voor als ik klaar ben met hem. Fuck jullie, fucking Stuk TV. Ja. Nee, ik word een piep. Oh, shit. Halfweg, hij moet naar halfweg. Maar hij gaat toch naar Amsterdam-Noord, jongen? Ja. Kijk nou, hij gaat richting Bos en Lommer. Amsterdam of Utrecht? Ja, Amsterdam aanhouden. Gewoon links aanhouden, Amsterdam-Utrecht. Oké, we gaan hier even wisselen. Dank jullie wel, hè. Hey, ik ga jullie trots maken. Ah, alles lekker? Ja, maar lekker, momentje. Ja, lekker, man. Antoon skipt van auto naar auto alsof hij een lekkere trek zoekt. We gaan even gas erop. En dat geshuffel maakt de mannen van Stuk helemaal gek. Hij gaat wel echt van hot naar her, hè? Ja. Ik heb nu al 2 keer op dezelfde snelweg gereden. We zijn al 1,5 uur aan het spelen of zo. Klopt, je hebt helemaal gelijk, Thomas. Zodra dit het zweertje in de bus wordt, doet die zingende boef iets goed. En niet eens bewust. Jouw chick komt ons ophalen. Ja, klopt. Hij wisselt zo'n beetje om de 10 minuten van richting. En dat maakt Antoon meer een soort fantoom. Terug. Weet je wat hij heeft laten doen? Piep je andere kant. Deze random ritjes bevallen Antoon een stuk beter. Stuk TV denkt dan dat ik een tactiek heb. Maar ik moet eigenlijk gewoon in waggies blijven. Ja, dit gaat super chill. Als ik naar links ga? Ja, dan keer je om en dan ga je weer de andere kant op. Zij denken dat ik hier een lift regel. Hè?
Hij zit gewoon in Beverwijk. Waar staat hij? Op de Kanaalweg. Wat de fuck doe je op de Kanaalweg? Er is niks daar. Ja. Kut, we moeten keren. We moeten keren. 17 minuten ineens. Shit. Hoe kan dat nou? Wat nou? We kunnen beter wisselen. Ik en Toe. Jullie kennen dit hier beter. Iedere jager heeft zijn eigen specialiteit. En met zo'n lastige prooi is het slim om daar optimaal gebruik van te maken. Oké, daar gaan we weer. Hij staat momenteel op de Kanaalweg in Beverwijk. Ja. Er zijn twee scenario's. Scenario 1. Als je deze weg rijdt, rij je helemaal via het kanaal. Aan de overkant rij je richting Zaanstad. Of hij draait weer op. Rondjes draaien kan het fantoom wel. Hij blijft zijn achtervolgers fluitend voor. Top. Hey. Hallo. Heb je net een broodje kaas gehaald? Ja. Ah, wat lief. Ja, rechtdoor. Hij staat in Beverwijk. Beverwijk. Luister, ga rechts. Yes. Rechtsaf en aan de rechterhand heb je een tankstation. Grote kans dat hij daar ook staat. Nee, moeten we hier keren? Moet ik hier staan? Moet ik hier wat doen? Ja, je moet hier ergens een beetje wachten. We hebben nog 3 minuten namelijk. Team Stuk wacht de laatste minuten van het tweede uur rustig af. Hun gevoel zegt dat hij niet ver kan zijn. Maar de GPS-trekker zegt iets anders. 12 kilometer. Het was net 7. Dus daar zit sowieso op de aan. Het is bijna verdubbeld de afstand. Alkmaar. We moeten snel weg op, links. Hij is langs ons geweest, 100%. Ja. Hij is 12 kilometer van ons verwijderd. We moeten eigenlijk ergens anders weer een snelweg opgaan. Ja, we gaan hier wel vragen. Ja. Hebben jullie ruimte in de auto? Ja, kan dat, denk je? Ja, als wij nu hier de snelweg oprijden en hij draait, zijn we echt fuck. De mannen hadden nog zo gehoopt op een vliegende start van dit seizoen. Maar voorlopig worden ze helemaal gek gedraaid. Doe maar gewoon snelweg pakken weer. En we hebben 20 minuten, dan moeten we wel ergens een tankstation vinden, toch? Maar nu wordt het spannend, ja. Oh, daar komt de pip al. Kijk, alsof ik dit vaker doe, hè? Ja, hij is door. Hij is door. Maar hij gaat gewoon draaien, die maf, jongen. Hij komt er hierheen, man. Dit is wel bekend terrein voor mij. Ja, kom hier uit de buurt dan ook? Uit Horen. Waar zitten jullie nou, jongens? Hij pakt allemaal wegen die gewoon niet voorspelbaar zijn, jongens. Ja, dat is de tactiek. Bro, hij komt uit Horen. Ja. Hij komt uit Midwoud. Midwoud ligt net boven Horen. Ik denk dat we gewoon richting Horen kunnen aanhouden. Ik kan wel wat spanning gebruiken, even wat adrenaline in mijn leven. Het is namelijk heel saai. Nee, dit is allemaal heel arrogant doen en straks dan opeens komt er nu zo'n cut naar spannende muziek en dan opeens ben ik heel zenuwachtig. Bij deze geregeld. Het wordt nu doodeng. Erop of eronder. Thanks, hè. We moeten even een lift hebben. Hij drijft zich wel in het nauw, toch? Ja, dat idee heb ik ook, ja. Zometeen ergens na 20 minuten moet je eruit en dan sta je hier. Oké, kom. Ah. Kan ik een stukje meerijden? Mag ik een klein stukje meerijden? Mag het? Top, 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 top. De charmes van Antoon zijn niet te weerstaan. Het fantoom is weer gevlogen. Is het te veel gevraagd om richting een snelweg te rijden, waar een tankstation is misschien? Nou, is goed. Dan kan ik maar even zo rijden. Ja, als dat kan. Ja hoor, is goed. Maar voor wie ben je nu op de vlucht? Voor Stuk de V. Oh, gewoon ze krijgen nu mijn locatie ook. Oh, oké. Okay. Hij zit in Purmerend, dus hij is gewoon doorgereden. Oké, nu moeten we echt nu moet hij wisselen. Hij gaat vanaf hier gaat hij naar Horn. Of hij gaat nu zakken Amsterdam. Ja, dat ook, denk ik. Maar waarom zei je dat? Doe je toch niet? Giel had een deal met hem gemaakt dat hij niet naar Amsterdam zou gaan. Anderhalf uur, jongens. Alles kan nog. Maar ze gaan straks opeens ergens opduiken nu we zo stilstaan. Maar dit is wel beter, want als ik voorin zit en ze rijden langs, dan zien ze me gelijk gaan. Ja, dit in de snelweg. Ja, als dat kan, dat zou top zijn. Zou hij nog een keer terugkomen? Zou hij ons nog een keer tegemoet rijden? Nee, hij gaat naar Horen, jongens. We gaan gewoon iemand rijden uit richting Horen. Ja, je bent de heldin. Dankjewel, hè, vandaag. Ja, toch. Oh, nee. Yo, kan ik jou wat vragen? Moet jij ergens heen zo? Naar Beverwijk. Oh, daar komen we net vandaan. Nee, ik moet naar boven. Thanks, man. Hij is naar het zuiden van Purmerend. Moet ik hier links Amsterdam? Ja, links, ja, links. 5 minuten, bam! 5 minuten, bam! Ik wil naar boven. Nou, Horen. Ja, dat wil ik wel. Onze reddende engel. Ja, je bent wel nog aan het... Moet ik hem niet even afspuiten? Even? Nee, ik heb geen tijd voor. Ja, kijk. Gaan we door? Ja, toch. Ja, wat top. Ken je het, jachtseizoen? Ja, ja, zeker. Ja. Ik sta namelijk voor de klas. Ik denk, als ik je nu dit laat staan, top. Dan krijg ik echt op mijn kop, kinderen. Nee, je gaat hiermee punten scoren, hoor. Ja, dat denk ik dus ook. Laat me maar vertellen waar we gaan. Ja, nou, ik wil eigenlijk naar de A7 richting Horen weer. Ja, zo. Luister, hij komt uit Horen, hij wil naar Horen. Daarom. Hij wil Midwoud. Ik heb al 100.000 keer Horen gehoord, oké? Okay? Ja, maar waarom wil jij niet hier recht? Waarom wil je niet in Horen? Omdat hij nu ook in Purmerend was en niet in Horen. Ja! Maar misschien moest hij eruit, Thomas! Nou, dan rijden we gewoon lekker naar Horen toe! Ja. Horen! De mannen worden
letterlijk horendol. Een woordgrap die de hele jonge kijkers waarschijnlijk even moeten googlen om hem te snappen. Maar dat is misschien wel een leuke opdracht voor school. Hé, en kunnen we nog even iets betekenen voor je klas? OBS de stap. Ja, in Landsmeer, als je dat weet. OBS de stap. Ja, in Landsmeer. Jullie krijgen de groeten van Anton. Nu, dit laatste uur gaat het echt... Straks krijgen zij ook mijn locatie elke 5 minuten. Ja. Hey. Nu moet ik iets doen alsof ik het heel spannend vind, hè? Doen alsof is niet nodig, want Team Stuk is gevaarlijk dichtbij. Ja, 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 Het voelt hetzelfde als een uur geleden. Oh, we rijden maar 2 minuten achter hem. Twee. Gas. Ik geef gas. We halen. Oh ja, hier is horen al. Ik zou rechts gaan. Ja? Ja, ja, ja. Ik denk richting nog hoger dat het lastig gaat worden. Ja. Maar ja, een uur uitspelen in horen is wel lang hoor. Boys, over 10 minuten is het laatste uur ingegaan. En dan krijg je dus te horen hoeveel kilometer voorsprong die op ons heeft. Dat is niet veel, dus die offline klop kan die gaan gebruiken. Ja, gaan we horen in, want het is wel echt eenrichtingsverkeer. Ik zie horen daar recht voor mijn snoet. Ik kan me niet voorstellen dat ze nu opeens binnen 5 kilometer hier zijn. Want alles waar wij op moeten wachten, moeten zij ook op wachten, voor mijn gevoel. Oh. 4 kilometer. Oh. Nee, maar hij komt deze kant op. Kijk, kijk die weg. Het is één richting. Maar hij komt deze kant op. Hij komt deze kant op. Hij komt deze kant op. We komen hem dan tegemoet? Ja, zeker weten. Ik ga nu een lift moeten regelen en dan weer terug naar de snelweg rijden. We gaan hier gewoon langs de weg staan. Kom op, kom op. Jap, 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 jap. Hey, je bent een topper, hè. Dankjewel. Dankjewel, hè. Doei. Dag. Yo, 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 yo. Stop. Kan ik een lift, alsjeblieft? Nee. Oh. Kom, 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 alsjeblieft. Oh. Hey, we gaan hem hier gewoon zien straks. Een paar straten verder. Yo, 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 yo. Alsjeblieft. Ah. Hier, kijk eens hier. Autootje. Ja, hier zou die kunnen inzitten hoor. Links zit de grote auto. Ik zag het niet. Stop, alsjeblieft. Yo, 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 yo. Pak hem, bro. Pak hem, bro. Oh, dat is lekker. Oh, dat bro, ze zijn kapot dichtbij. Hey, dit is Zeger, ik ken deze man gewoon. Hij is DJ van Jason Trill. Dat is het voordeel van de strijd naar je hometown brengen. Als het echt spannend wordt, is er altijd wel iemand die je kent om je ass te redden. Maar Anton is er nog niet. Want in het laatste uur stuurt de GPS om de 5 minuten zijn locatie door. Oh, hij is niet ver opgeschoten. Ping hem naar die plek. Hij is aan het hier rechts, lopen. Hier rechts. We krijgen nu onderfuiten de locatie, we kunnen zo zien wat hij gaat doen. Maar we gaan straks langs rijden volgens mij. Als je een waggie ziet met een gele streep, een zwarte... Ja, open... van het busje toch? Ja, man. Ja, nu wordt het wel. Nu, ik voel wel een soort kleine spanning voor het eerst nu. Check deze auto. Hier kan hij inzitten. Rustig, rustig. Maar ze moeten ergens zijn hier nu. Hij loopt hier. Hij is hier. Nog 1,5 minuut. Waar de fuck is deze pan? Wat is je plan? Bro, ik heb geen plan. Je hebt geen plan? Nee, dat is mijn plan. Het ding is, als je een plan hebt en het plan lukt niet, dan heb je niks. Nee! Hij zit er snel, hij is gekeerd. Hij is gekeerd, kut! Fuck, hij is gewoon weer weg! Waarom? Maar hoe ver is hij ver weg? 7 minuten. Hé, wat? Hij draait de hele tijd. Hier komt op een gegeven moment volgens mij een tankstation wel. Maar ik moet die offline gewoon in gaan zetten op een gegeven moment zo. Als ik hem bewaar, is het nog 35 minuten. Bro, het is echt nu, ik heb 3 uur gechilled gewoon. Nu start het, maar dat is ook wel weer goed dat ik niet 3 uur lang dit voel. Bro. Hij gaat Enkhuizen, lul. Hij gaat toch richting... Ik doe gewoon richting Enkhuizen toch hier. Bam, bam, rijden. Gas, 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 gas. Ja, ik denk dat we hem gewoon door moeten planken dan. Richting Enkhuizen, als jij dat kan... Ja, ik moet nu niet te arrogant worden, maar ik heb wel een goed gevoel erover of zo. Zie je Enkhuizen, lul, de behoud? Hij is in de haven van Enkhuizen, lul. Ja, dag. Hoe ver is het rijden? 6. Gadverdamme. Hij staat op de Bosmankade. Nee, maar hier is ook het treinstation. Hier zijn wel mensen bij het station aan het uitstappen. Ja. Zal ik hier gewoon een nieuwe lift regelen? Vraag ze aan deze mensen. Heeft u haast? Nou, ik word zo opgehaald met de auto. Oké, okay, ja. Geen probleem, dank u wel. Kanus, ben ik nu een fout aan het maken? Kom ik er hier uit of niet? Nee. Kanus, of wel? Nee. 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 Let op deze auto. Oké, okay, Griet, ik heb elke auto op mijn netvlies. Hier is een auto. We moeten die man hebben eigenlijk. Oké, okay, legend. Thanks, bro. Rustig aan. Oké, okay. Mag ik wat vragen? Kan ik een lift krijgen van jullie?
Ik moet 20 minuten een kant op even. Daarna moet ik eruit. Waar moet je heen? Ja, zo ver mogelijk weg hier vandaan. Kan dat, denk je? Ja, denk ik wel. Als het mag, ja, dan moeten 20 minuten hier vandaan rijden. Is dat oké? Okay? Ja hoor. Top. 20 minuten. Top. Ja, excuses hoor. Ik ben op de vlucht. Zet op deze auto's. Ja, niet zo scheel in mijn oordeel. Jij praat veel te veel. Kan ik concentreren? Er komt nu een auto straks ergens hier vandaan. Een zwarte bus met gele strepen. We rijden toch gewoon die straat in nu? Let op deze auto's. Het is een Opelbus met gele streep. Ja, maar ze kunnen toch allemaal hierin zitten? God. Zal ik nu die offline aanzetten? Later. Nee! We zijn over de straat. We zijn offline! Hij heeft ons gezien. Hier bij de jachthaven, bij die boot. Hij zit in een van deze auto's. Uit pure paniek drukt Antoon op de offline button. En zorgt daarmee voor pure paniek bij Team Stuk. Al hun gadgets liggen er 10 minuten uit. Oh, maar fijn dat we even een lift konden krijgen. Hier mag nog een kwartier in. Ja, dan als ik nog een volgende lift fix, dan speel ik hem uit in de auto. Ik denk dat zij gewoon denken dat ik in Enkhuizen nu aan het uitspelen ben. Dit is echt nasty gewoon. Nu je offline bent. Dan heeft hij of ons gezien of hij staat gewoon op de treinstation. Dat we hier gewoon wegrijden terwijl hij daar gewoon achter de treintje staat. Ja, dat bedoel ik bijvoorbeeld. Of op die boot, bij die jachthaven. Jongens, hij is ons gepasseerd, want het is gek, want daar heeft hij ons gezien en daar ging offline. Ja. We waren er nog niet eens. Denk je dat hij helemaal naar de Lelystad gaat? Ja. Ja, over een paar minuten krijg je te horen dat ik gewoon weer terugrijd nu. Dit is wel echt lachen nu, ja. Ja, als hij nu naar richting die dijk gaat, zeg maar, naar Flevoland, dan zijn we fucked. Hè? Dan rijden we echt verkeerd. Hij speelt echt een moeilijk spelletje, man. Hij heeft ons gewoon gezien. Dit is echt, waarom zien wij dat niet? Nou, we zijn wel fucking blind zijn we gewoon. We gaan niet te stoer doen nu. Nu krijg ik het ook wel een beetje warm voor het eerst. Ik zat allemaal maar te chillen de hele tijd. Ja, jongens, we moeten nu een gok nemen, want we hebben nog maar een half uur. En we zijn nog lui, we kunnen niet stilstaan, want we zijn hem sowieso kwijt, toch? Toch, Hoorn? Hoorn, kan je nog één keer zoals jij het zegt? Nee, ik had het echt niet mogen houden. Ja, er komt op een gegeven moment straks, maar dat is over binnen 10 minuten nu, komt er een tankstation op rechts. Daar heb ik de beste kans, denk ik. Sorry dat we jullie tripje even verstoren, hoor. En we hebben meer wat te vertellen. Ja, toch? Good on. We mogen weer. Ja, we zijn online, toch? Hoppa, we hebben het weer. Locatie. Zwaag. Hey jongens, goede gok toch? Ja, dat is toch goed gok. Lekker man. Die jarenlange jachtervaring heeft de mannen toch op het juiste spoor gezet. Antoon is dichterbij dan ooit. En flink de Sjaak als hij hier geen lift kan fixen. Ik ga gelijk rondvragen. Dankjewel. Yo. Sorry, mag ik dat vragen? Mag ik een lift van jullie heel snel? Kan dat? Ja, maakt mij niks uit. Ik moet 20 minuten één kant op. Dan heb ik gewonnen. Zou dat kunnen? Thanks, man. We moeten nu echt goed gaan gokken. Hij heeft nog maar één wissel nodig en is hij klaar. Ja, je bent de held. Oh, dit zijn ze. Zagen ze ons? Later. Zo, maar die balen, die gasten, die denken, godverdomme, ze waren echt dichtbij. Hij heeft maar één lift nodig, hè? Hij wil nu gewoon weg van ons blijven. Lekker planken. Ja, elke 5 minuten krijgen ze hem nu, dus ze weten wel dat ik hier ben nu. Hij zit op die dijk! Hou op. Ah, hij zit al in een auto, bro. Hij heeft zijn laatste lift, hij is weg. Zo, het voelt wel opgefokt of zo. Maar gaan we nu een dijk over? Ja, hij plakt hem die dijk over. Later! Ja, we zijn nu ook hier. Mijn tijd is voorbij in deze auto. We gaan daar even een snackie halen. Ja. Hey, thanks, hè, boys. Hey, geen dank. Fucking hard. We hebben gewonnen. We hebben verloren, het is klaar. Hebben we nou verloren? Ja, het is klaar. Nou, chapeau voor Antoon. Well played, ingemaakt door een broekie. Zo, je hebt gewonnen voor je. Ja, wel lekker. Dat laatste hier was wel even stress houden. De camera is ook op. Zij komen hier nu straks aanrijden. Zo, dit voelt wel lekker, hè? Als jij even links kijkt over het water heen, ik kijk rechts, kunnen we even over onze zondes nadenken. En sowieso mooi, al die mensen die allemaal van tevoren allemaal gekke dingen regelen en dingen plannen en zo. Ik heb helemaal niks gepland. Zullen we even wat eten gaan halen? Kom. Honger. Mag ik 4 patatjes met? Hey, jongens! Hallo, alles lekker? Feliciteer, ja, tering. Balen dat ze doen ook. Ja, goed gespeeld. Ja, toch. Hoe vond je het? Was wel spannend dat laatste uur, zeg. Hoe vaak heb jij ons gezien? 2 keer. Ik heb nog een patatje voor jullie besteld net. Echt? Ja, dat is lief. We gaan nu een patatje eten. Dat is ik wel. Ja, toch. We hebben hem niet verdiend, maar het smaakt wel lekker. Ja, verliezers troostcadeautje. Ja, thanks, ouwe. Antoon heeft Team Stuk 4 uur lang helemaal stuk gespeeld. En eindigt met 11 kilometer afstand op zijn achtervolgers. Op dit moment bovenaan de jachtseizoenranglijst.
Welke manier van eerlijk spelen vonden jullie sterker? Die van Kraantje Papi? Of heeft Antoon deze oude rapper van de hitlijsten gestoten? Laat het weten in de comments. En doe even een duimpje omhoog voor al dat gelul van mij. Vind ik leuk, dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie kennen inmiddels wel onze eigen StukTV-app, hè? Ja, want in die app kun je allemaal backstage en exclusieve content zien. Wow. En we hebben ook een hele vette winactie. Je kan namelijk nu de Samsung Galaxy Watch 5 winnen. Hoe vet is dat? Heel leuk. Download de StukTV-app dus nu. Het jachtseizoen werd mede mogelijk gemaakt door Doritos.